is vandaag alweer dinsdag. We zijn een nieuwe week begonnen. En het is voor het eerst dat ik een week heb waar ik geen afspraken heb. Waar ik niet met mijn vader of mijn moeder mee hoef naar een of andere arts of een ziekenhuis. Of wat dan ook. Gewoon een hele week voor mezelf. Ik heb alleen zaterdag een verjaardagsfeestje. Maar ja, dat is pas zaterdagavond. En ik geloof dat het weer dan wel weer opgeknapt is. Want het is nu een beetje de hele week. Hebben ze voorspeld een beetje regen. Maar het is wel klef buiten. Ik heb wel net mijn haar gewassen en gefeund, dus willen we wel een beetje goed houden. En gisteren heb ik eigenlijk, gistermiddag, want ik wilde een jurkje gaan naaien deze week. Dat vind ik altijd wel gezellig om te doen. En want ik had iets gezien bij Dolce & Gabbana, wilde ik zo'n gebloemd jurkje zo. Kijk, zie je zo? Ja. Zo. En dat leek me wel leuk om te gaan maken, zoiets. Eigenlijk een beetje jaren 50 is het. En ik heb altijd de kast vol met allerlei lappen stof liggen. En ik had nog wat gebloemde stof liggen. En dat heb ik gisteren allemaal geknipt. En ik heb nu mijn naaimachine neergezet. En ik dacht, nou, dan ga ik daar eens aan beginnen. En kijken of ik hem... Ja, soms kreeg ik hem wel binnen 2 dagen af. Maar ja, er komt altijd weer van alles tussen. Of ik moet de hond uitlaten. Of ik moet even wat anders doen. Dus ik kijk wel hoe snel ik ben. Dus dat ga ik doen. En eigenlijk ook wel even lekker om een kopje cappuccino te maken. Dus ga ik dat ook even doen. Kijk, hier zie je de stof die ik geknipt had. Dus ik doe de onderkant doe ik van de grote bloem. En dit wordt de voering. En dit is wordt het bovenkantje. Zie je, dit is, wat is dit? Even kijken hoor. Dit is het voorkantje. Hier komt zo zijkant erbij. Nou, dat dus. Dus dat dacht ik. Dat ga ik even vanmiddag doen. En zoals ik zei, ga ik eerst eventjes alles cappuccino maken. Dan gaat het altijd goed. Dan komt het helemaal in orde. Goedemiddag. Het is alweer bij 2 op deze woensdag. En ik heb van alles lopen doen hoor. Eerst in huis. Want je moet toch een beetje je huis aan kant maken. Zo nu dan samen. It's gotta do it. Dus ik heb even de badkamer een goede beurt gegeven. En bij de toilet. En nog de kleedkamer. Allemaal de vloer gedaan. Dus nou, dat ziet er allemaal weer netjes uit. En ik dacht, nou, ik ga me weer even verder met mijn jurkje naaien. Morgen plan ik dan wel even om de rits te halen. Want ik moet toch met mijn moeder even naar de Hunkemuller. Dat is altijd haar favoriete winkel. Maakt niet uit hoe oud je bent, al is ze 90. Hunkemuller is haar favoriet. Dus daar moeten we morgen even heen. En ik denk, nou, dan kan ik gelijk eventjes daar een rits kopen. Wat ik wel merk, nog steeds met alle opnames, ik heb nog niet echt lekker een plekje gevonden dat ik denk, ja, wat een leuke belichting. Want ik heb namelijk best wel veel raam in mijn appartement. Ik ben 4 jaar geleden hier komen wonen, ben kleiner gaan wonen. Valt ook niet mee, want dan moet je toch wel weer dingen weggooien als je van een eensgezinswoning komt, van 3 verdiepingen, inclusief zolder, en je moet naar zo'n 3-kamer appartement, want dat wilde ik zelf hoor, want je verzamelt alleen maar troep door de jaren heen en je woont alleen, dus alleen maar troep. Dus ik heb heel veel dingen weggedaan. Maar je merkt toch dat je dan wel eens een kamertje tekort komt. Maar wat ik wilde zeggen, omdat je natuurlijk hier ook nog aan de rand van Rotterdam woont. En ik woon bij de Zevenhuizenplas. En ik zal nog even laten zien wat ik bedoel met mijn ramen. Even keren hoor. Kijk, weet je, dus ik heb aan de kamerkanten allemaal ramen van plafond tot grond. En dus ook nog eens 2,70 hoog. Ik heb aan deze kant ook nog eens weer ramen tot aan het plafond. En, ik weet niet. Ja, als het zonnetje schijnt heb je wel mooi licht. Dus vandaar dat ik elke keer klaag dat ik denk, ja, ik zie er niet uit. Ik zie nergens goede belichting. Nou, wat ik zei. Dus ik ga verder met mijn jurkje. Kijk, hier heb ik nu... dit is de voering. Dus ik moet nog even... Ik ga alvast de voering in elkaar zetten. Dat is nog een gedeelte van de zak. En ik kan alvast heel veel laten zien, want ik ga het wel eventjes strijken zoals netjes. Maar hier is dan, even kijken hoor, ga ik het ophangen. Kijk, hier is het bovenkantje. Zie je dat? Dus zo. En dan ga ik ook nog, zie je, dus het rokgedeelte. En ik heb dus de plooitjes plat gemaakt, zie je. In plaats van rimpelen, want ik kreeg van die brede heupen. Dus die ga ik misschien zo eventjes een beetje instrijken. Dus in ieder geval, dit is het rokgedeelte. En dan
De schouders hebben nog niet aan elkaar genaaid, want het is makkelijker als staal ik het onderkantje aan de rok moet. Dus ik vind nou dat het al, het gaat voorspoedig. Dus mijn machientje staat klaar en ik ga aan de slag. Kijk, dit is misschien nog wel een handige tip. Je hebt van Maggi, van die pakjes, en daar zit dan een soort papier in met kruiden. Nou, dat hoeft dus helemaal niet te kopen, want je neemt gewoon vetvrij keukenpapier. Van het bakpapier. Dan smeer je even in met een beetje olijfolie. Daar doe je je kruiden allemaal op. Ik heb bijvoorbeeld vandaag heb ik ook een stukje zalm. Nou, je doet je kruiden er allemaal op. En dan doe je je papiertje weer dicht. Kan ook met kip. En je doet je pan doe je niet al te heet maken. Het moet een beetje zachtjes dadelijk zo'n beetje bakken. Dus je doet hem, ik heb hem bijvoorbeeld standjes even. Nou, dan ga ik het even goed heet laten worden. En dan leg ik straks mijn papiertje erin. Zo, en dan op een gegeven moment dan keer je hem natuurlijk ook weer om. En dan zal je zien, dan is je zalmstukje lekker gekruid. En je maakt het eigenlijk helemaal zonder boter of olie of wat dan ook verder. Dus het is, hou je van mager eten, is het natuurlijk perfect. En dan zal ik je straks het eindresultaat laten zien. Ik vond het zelf wel een goede tip van mezelf. Nou, je ziet, hij is klaar. Helemaal gaar. Nog geen 10 minuten eigenlijk. En nog geen boter of olie aan te pas gekomen, dus maagdelijk kan haast niet. Gemengde salade erbij, klein beetje meloen. En klaar is het weer. Daar komt ze. Nee. Ja, daar komt ze. Ja, kijk, u bent in beeld. Introduceer jezelf. Ze is even in werkmodus. Goedemorgen, het is alweer zaterdag. We zitten aan het eind van de week. Gisteren ben ik even naar de stad gegaan, want ik heb even Roxy opgehaald. En we zijn even van allerlei spulletjes voor haar gaan kopen. Want ze gaat volgende week woensdag voor het eerst naar Ibiza met Dimitri. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze het daar vindt. Ze had geloof ik al 5, 6 opties van waar ze allemaal wel niet naartoe wilde. Maar uiteindelijk werd het dan Ibiza, omdat ze daar nooit geweest was. Dus we hebben eventjes door de stad gelopen, van alles gedaan. Ik had opgehaald bij haar werk. En vanavond moet ik naar een verjaardag. En dat is voor een man. Dat is mijn voormalig manager. En denk je, ja, wat moet ik nou kopen voor een man? Die man heeft alles al. Dus ik moet eventjes gaan zoeken. En dan ga ik maar gelijk eventjes Pim uitlaten. Dan heeft hij gelijk zijn wandelingetje weer gehad. Dus Pim, ga mee. Ga mee. Ga mee. Kom. En dan gaan we eventjes wandelen gelijk, hè, Pim. Ja. Ja, kom maar. Kom. Kom. Kom, 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 kom. Kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Yay. Pim gaat mee. Ja, kom. We gaan. Ga mee boodschappen doen. Kom. Kom. Jij mag ook mee. Kom. Nou, Pim, kom. Ik denk dat ik eens even lekker een cappuccinootje maak. Way down among Brazilians, coffee beans grow by the billion. Goedemorgen, Pim. Ben je in je mandje lekker gaan liggen? Ja, want het was helemaal geen lekker weer buiten daarnet, hè? Nee, ze hadden gezegd het wordt 25 graden, voorlopig waait het. Tenminste, het waait bij mij altijd aan de plas, hoor. Dat is hetzelfde als dat je aan zee woont. Kijk, het is een beetje grauw en grijs aan de plas. Ik weet niet of ze vandaag nog gaan waterskiën. Daar hebben ze altijd les in. Maar het is zondagmorgen. Gisteren was ik niet te laat thuis na het verjaardagsfeestje. En ik ga lekker mijn ontbijtje eten. En ik heb voor vandaag een beetje te bruin croissantje. Want ik had mijn moeder aan de telefoon, terwijl mijn croissantje in de oven zat. En toen dacht ik, oh shit, hij zit er nog in. Dus hij werd een klein beetje te donker. En ik heb daar een beschuitje bij. En ik heb mijn beste sap met mijn vitaminepillen. En heb ik meloenblokjes voor vandaag. Gekookt eitje. En een doodgewoon kopje thee. Want dat vind ik het lekkerst. Ik hou niet van vruchtenthee, ik hou niet van groene thee, ik hou niet van muntthee met zo'n bos groen erin. Vind ik ook heel vies. En heb je, nou, Earl Grey vind ik dan nog wel lekker. Breakfast thee vind ik lekker. Gewoon Ceylon thee vind ik het allerlekkerst. Ook geen Lapsang Zhuang thee, want dat smaakt bij mij altijd naar een asbak. Serveren is altijd bij Harrods boven. Vraag ik helemaal niet om, vind ik heel vies.
Dus nou, dat gaan we dan doen. En nou, het is zondag en eigenlijk zou ik mijn haar moeten wassen. Maar daar heb ik ook helemaal geen zin in, want dan ben ik toch alweer een uur bezig. Nou, kijken we wat de dag brengt. Misschien ga ik er even bij mijn ouders langs. Als Roxy en Dimitri er ook heen gaan. Dan gaan we kijken wat de dag brengt. Erg rood. Erg rood. En jij hebt? Kabeljauw. Kabeljauw. En Vlaamse frieten. Voor wie zijn deze Vlaamse frieten dan? Voor jou. Bij de ravioli, dat is toch een beetje? Nee, maar voorop. Kijk, ik heb een soort bostuintje. Oh, hier zit een ravioli. Nou, ik ben benieuwd. En wat zeggen we dan? Nom, 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 nom. Oh ja. Bon appetit. Nom, nom doe ik niet aan. Mango. Eclair met framboise saus. En jij hebt... Chocolade roomijs. Oh, met ja. Oh, vanille ja, saus. Oh, en slagroom. Kijk. Oh, slagroom is lekker zo. We gaan de week weer even afsluiten. Het was een onverwachts etentje. Gezellig om even met z'n drieën een hapje te doen. Het was ook om te vieren dat ze vakantie had, Roxy. Dat ze volgende week met Dimitri weggaat de week. En gewoon voor de gezelligheid. Moet toch ook af en toe kunnen. Dus volgende week gaan we weer vrolijk verder. En het zal een beetje saai zijn, het idee, als hij woensdag weggaat. Ben ik de hele week kindloos. Dat vind ik altijd vreselijk. Nou ja, als alles maar weer goed gaat met de toestand van de wereld. Maar dat was het voor deze week. Bye.